bedoel het voor de microfoon? Wat zeg je? Kan beter. Kan beter, ja. Het is eigenlijk hetzelfde als met de vrijmaker. Degene die als eerste komt heeft de beste plekken. Dat is ook de reden dat je zegt van ik ga er om 11 uur staan. Dan om 2:30 iedereen zin in zijn ijs krijgt. Dan sta ik op de juiste plek, of niet? Oké, ik weet niet wat voor band jullie vanavond in de tent hebben. Het is ook wel een gevaarlijke plek een ijskoelkaart heeft voor de tent, hè? Ik heb al eens een keer gezien dat werk op trap, waar ging ik een kleine bankstel mee naar binnen, maar zit er een rem op misschien of niet? Oh, nee, hè? Oké. Okay. Ik ga dus dan van de onderwakken maken. Wat voor smaak heb je allemaal? Alleen voor hier. Alleen voor hier? Ja, dat is een kiezen natuurlijk. Als kruis hebben dat gezien en ook als op, weet je wel. Denk je net een beetje cool uit vandaag hier in die kaart? Oké, okay. Nou, jij bent er een van die veel woorden, hè? Arco, als jij nou even kijkt op dat reclamebord wat ervoor staat, dan ga jij een warm ijsje krijgen. Wat ga je dan? Kijk eens op het reclamebord wat voor je staat. Niet consult, verwarming is een installatietechniek. Ja, die installatietechniek zal wel een kadotechniek zijn, denk ik. Ja, in dit geval wel dan, hè? Goed, is het spreekgebonden ijs? Is het kwaliteitsijs? We zijn er nog niet. En je krijgt vandaag volledig de kans om jezelf te promoten, hoor. Dat is dan weer een voordeel als ze er een naam achter zetten in plek van een lelijke vent, hè? Het is vanochtend nog gewoon gemaakt, hè? Het is vanochtend nog gemaakt! Ambachtelijk ijs heet dat, dat meen je niet. Oké. Uit de streek hier? Ja, uit de Oké.